Jean-Paul, dit is dan opeens een fantastische middag weer voor Feyenoord. Het kan verkeren. Dat is zeker zo. Ik denk dat we zeker tevreden mogen zijn met de manier waarop we deze wedstrijd eruit zijn weten te slepen. En ja, het is gewoon hopelijk een mooi begin van de komende regio kunnen inzetten tot aan de winterstop. Ja, omschrijf jouw heerlijke doelpunt eens voor de kijkers en de luisteraars van Rijnmond. Nee, ik denk dat ik het eindstation mag zijn van een hele goede uitbraak. Natuurlijk via ik denk, 3 schijfjes dat we voorin komen en uiteindelijk belandt de bal bij mij na een goede paas van Schaken die het over zich bouwt. Ik neem hem aan en ik denk nog even na om of ik schaars moet uitspelen, maar uiteindelijk dacht ik nee, ik schiet gewoon en half buitenkantje voet gaat hij er zo aan. Hoe belangrijk is dat doelpunt ook in mentaal opzicht voor jullie? Want je staat achter en dan ga je de rust opeens in met 1-1 en ja, dan weet je, tegen PSV, alles te halen. Nee, dat is zo. Ik denk dat we mentaal stonden we gewoon goed voor. Maar natuurlijk heel de wedstrijd, ook die helft, waren we gewoon de betere ploeg. En wij waren degene die de meeste aanspraak maakte op een doelpunt. Dat was ook zeker zo. En ook na de goal zijn we gewoon door bleven gaan met het spel wat we speelden, wat op dat moment heel effectief was. Ja. En uiteindelijk resulteerde dat in een goal van mij en daar mag ik Marcel met de klant. Ja, toch is het wel belangrijk, want jullie hebben wel vaker wedstrijden gehad, dat je het heft in handen hebt. Dat jullie na een tegenslag, of je geeft zelf een corner weg of een tegendoelpunt zoals nu, dat het dan helemaal weg is. Dus wat dat betreft is het wel belangrijk dat je nog voor rust orde op zaken stelt. Nee, dat is zeker zo. Ik denk dat wel. Het is altijd mooi om een doelpunt voor rust te maken. Dat geeft natuurlijk een beetje vrijheid richting de tweede helft toe. Dat is gebeurd en kijk maar naar 2 weken geleden, denk ik, AZ. Zie je ook dat wij de betere ploeg zijn. Uiteindelijk ja, gaan ze toch weg met steeds toch een puntje hier. En gelukkig is dat deze week niet gebeurd is, dan zie je toch wel de stappen maken. Ja, ook in de tweede helft nog veel moois. Is eigenlijk niet meer in de problemen geweest. Nee, de tweede helft helemaal niet, denk ik. Nee. In de eerste helft hebben we ook maar 1 kansje tegen gehad en dat was gelijk een doelpunt. Ook goed opgezet van PSV is zo. Maar zoals ik al zeg, we waren gewoon echt de betere ploeg deze wedstrijd. En dat heeft heel de buitenwereld kunnen zien, denk ik. Nu zei ik in het radioverslag, eigenlijk, het is allemaal hartstikke mooi vanmiddag, maar eigenlijk telt deze overwinning pas echt als je het volgende week een goed vervolg geeft bij een uitwedstrijd. Dat is zeker zo. Zeker zo, dus daarom moeten we gewoon de dingen die we vandaag hebben gedaan, moeten we gewoon meenemen naar volgende week. En we weten dat we als team goed zitten, ook al denkt de buitenwereld daar soms anders over. Maar wij moeten van onszelf weten dat wij als team heel sterk kunnen zijn en dat we moeten zeker meenemen naar volgende week. Ja, verder was het op een gegeven moment nog een beetje een slijtageslag. En veel spelers kramp en dergelijke. Was het inderdaad zo'n zware wedstrijd om te spelen? Ja, we wilden volle bak spelen. Dat heb ik ook gezien. We bleven gas geven, gas erop, hoog tempo, altijd spelen. En op een gegeven moment zie je ook dat we temporiseren. Hebben we denk 2 minuutjes even bal bezit. Laten we de bal gewoon het werk doen. En daarna komen weer kleine foutjes, nonchalant, een beetje aannames en dit en dat. Maar uiteindelijk mogen we het grootste gedeelte van de wedstrijd mogen zeker tevreden zijn. Ja, is het opportunistisch om te zeggen dat jij gelijk weer helemaal terug bent nu na deze wedstrijd waarin je weer je oude niveau haalt? Nee, ik heb geen glazen bol, dus ik wil het gewoon wekelijks gewoon bekijken en hopen dat ik deze vorm en misschien wel een betere vorm mag vasthouden. Hey, tenslotte, hoe was het om tegenover spelers te staan waarmee je groot bent geworden op Varkenoord? Nee, zeker. Je houdt ze ook in de gaten tijdens de wedstrijd. Dat is ook zo. Kijken wat ze doet. Ik sprak Karim nog even tijdens de wedstrijd natuurlijk. Zij tegen hem nadenken, want hij maakte een paar overtredingen. En dat waardeerde hij ook heel erg. Maar natuurlijk is het gewoon mijn tegenstander. En jij gaf hem juist de tip om geen tweede kaart te pakken? Nee, ik zei gewoon tegen hem nadenken wat hij ermee doet. Is eigenlijk. Nee, maar het is gewoon, we stonden er goed voor en we hadden gewoon het beter van het spel. Dus uiteindelijk mogen we tevreden zijn met deze overwinning, denk ik zeker. Want dat hielp jullie wel ook, hè? Bruma en Rikiek al vroeg in de wedstrijd op geel. Eentje zelfs weggestuurd uiteindelijk. Ja, dat was wel prettig dan. Nee, dat zij het wat minder deden. Uiteindelijk komt het over dienst van ons dat zij gele kaarten moeten pakken. Zij niet de enige. Ik denk dat zij de meeste gele kaarten vandaag hebben gepakt. En dat laat zien hoe wij in de wedstrijd stonden en hoe gevaarlijk we waren. Het is alleen maar bevestiging dat we op de goede weg nu zijn. En hoop dat we deze lijn ook kunnen doortrekken. Gefeliciteerd, succes in Heerenveen. Yes, dank u wel.